Hallo lieve vrienden, kijkers en fans van dit nieuwe programma. Ik wil jullie welkom heten bij alweer best wel een hele snelle opvolging van de vorige aflevering. Ik heb natuurlijk vannacht wat opnames gemaakt en vond het erg leuk. Geen reacties, maar ja, dat is eigenlijk niet relevant. Want dit soort dingen moet je gewoon puur voor jezelf doen. Ja. Je maakt dit soort opnames voor jezelf. Ik geloof namelijk dat als mens heb je niks te bewijzen. En je hoeft ook niet bang te zijn voor enige veroordeling. Ja? Zoals een hele goede vriend van mij altijd proclameert. It's my life. I do what I want. En doe dat dan ook. Doe gewoon wat je leuk vindt. Want weet je wat het is? Ik ben misschien ook een beetje stichtend. Ik ben misschien ook een beetje een halve dominee. Zo kennen jullie me natuurlijk ook. Maar als het eind van je leven of in een of andere tussenfase je terugkijkt en het bevalt je niet wat je ziet, dan is er eigenlijk maar één aanspreekpunt. Dan loop je naar een spiegel en dan spreek je diegene aan. En dan beloof je diegene, ik ga het beter doen, ik ga meer genieten. Ik ga niet bang zijn voor wat mensen denken. Ik ga niet bang zijn voor wat mensen vinden van mij. Ja, het is ook echt jouw leven. En ja, misschien weer het stichtend in een kookprogramma. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik ga dat ook niet veranderen. En weet u wat het is? U liked de video door één keer op de duim te klikken. Maar u kunt ook natuurlijk twee keer op de niet like button klikken. Dat vind ik ook leuk. Nou, genoeg dan. Over tot de orde van de dag. Ik pauzeer even de video, anders wordt hij weer 100 miljoen miljard minuten lang. Als u wilt genieten van lekkere spek, dan maakt het eigenlijk niet uit waar je het koopt. Maar het gaat erom hoe je het bereidt. Heet, heet, heet. Dit werkt dus niet goed, hè? Het is te zacht. En het kan niet echt schrapen. Als het ei aanbrandt of wat dan ook. Dus die leggen we even apart. Die spek hoeft helemaal niet zo lang, hè? Nee hoor. Die is gewoon even de hitte eroverheen voor eventueel bacterieaangroei die heeft plaatsgevonden in het verleden. Nou is het verleden niet zo lang geleden. Sterker nog, het verleden is nog geen 12 uur geleden. Maar goed, als je ergens de smaak van te pakken hebt. Haha, leuk woordgrapje. Jean-Paul. Als je ergens een smaak van te pakken hebt, ja, dan is het ook niet moeilijk om snel weer een vervolg op poten te zetten. Ik wil dat jullie weten dat ik door niemand gesponsord word, behalve door UWV. Ja, UWV, dat is mijn werkgever. En ik ben al jaren tevreden met ze. Ja. Het is een uitvoerende organisatie. Dus net zoals Mark Rutte, ik heb totaal geen verantwoording af te leggen. Want ja, ik doe gewoon wat er van mij gevraagd wordt om uit te voeren. En bij klachten? Ik weet het niet hoor. Ik heb er geen actieve herinneringen aan. Teflon Mark, ik ben een grote fan van die man. Hij is eerlijk, transparant. En gewoon wel een aal.
Nou weten jullie dat ik ook een fan ben van Evelien Spaling. Dus ja, Marky, go boy. Zet hem op. Ja, dit programma, hè. Ja, wat is het nou eigenlijk? Is het politiek? Is het puur koken? Hé, hey, lieve mensen, het is gewoon puur Jean-Paul. Gewoon doen wat ik leuk vind. En nogmaals, ik zal ook stichtend zijn. En met een positieve inborst jullie helpen. Waar je ook mee bezig bent. Ja, het is het enige wat je hebt. De waarheid. Weet je die film zo nog? Met Al Pacino. Die hele oude film. Dat hem gevraagd wordt of hij betrouwbaar is. Dan zegt hij, een man heeft maar twee dingen. His word en his balls. And I break my balls for nobody. Ja. Bijzondere film. Erg gewelddadig. Meet my little friend. Andere uitdrukking. Maar weet u wat het is? Kijk, dat vele gepraat wat ik doe tegen u. Dat komt natuurlijk voort uit het feit dat koken heeft gewoon geduld nodig. Een beetje omscheppen. Allemaal leuk en aardig. Maar ja, echt veel te praten heb je niet. En als je dan zo iemand bent zoals ik die graag praat. Ja, wat gebeurt er dan? Op dwaal ik af. Dan raak ik mijn rode lijn kwijt. En dan ga ik te jeppen. Op een hele leuke date. Met een superleuke vrouw. Zij zei, ik vond het echt supergezellig, Jean-Paul. Je bent echt een hele lieve man. Maar je praat meer dan een vrouw. Als ik veel wil praten, ga ik al naar een van mijn vriendinnen toe. Zeg ze, maar jij overtreft elke vriendin die ik ken. Zeg ze dus, het was supergezellig. Maar het gaat geen vervolg hebben. Nou, vond ik ook. Het was inderdaad supergezellig. En ik heb van haar aanwezigheid genoten. Dat is echt een lievertje. Maar relaties zijn tegenwoordig heel erg moeilijk. Met al die wensenlijstjes. En ik als man, die eigenlijk niks te bieden heb. Behalve mezelf. En de vol zijn van mezelf. Oh jee. Jean-Paul, je bent vol van jezelf. Wat zeg je? Je bent vol van jezelf. Ja. En je bent een beetje raar. Ja. Nou, take it or leave it. What you see is what you get. We gaan nog even pauzeren. Kijk, dat knetteren wat jullie horen. Dat is eigenlijk het ei wat aan het verbranden is. En dan is het niet meer lekker. Dus we gaan even snel een noodgreep doen. Vis, kom eens hier. Leuk dat zo'n vis gewoon luistert. Ook heerlijk. Ik heb een vis die luistert naar me. Kijk, ziet u lieve mensen? Dat het aangebrand is. Moet niet op je bord doen hoor. Is niet goed voor je. Kan kankerverwekkend zijn. Maar ja, het moet al warm worden. Dus ik laat dat altijd staan. Nou, dan komt mijn niet-sponsor kwakernaak weer in beeld. Kijk eens hoe heerlijk, mensen. Dat is nou geraspt kaas van kwakernaak. En hoe maken ze dat? Ze verkopen natuurlijk heel veel kaas. En dan houdt ze allemaal van die stukjes over. En die stukjes gooit mevrouw kwakernaak niet weg. Nee. Mevrouw kwakernaak gooit die gewoon in de molen. En die vriest het ook gewoon in. Want kaas kun je gewoon invriezen. Ja? Altijd verse kaas. Dit bakje kost ook maar €2,50. Goede kaas. Gooit in de vriezer. Blijft heel lang goed. Het is zo ontdooid. Dus je hebt altijd redelijk verse kaas. Koop niet die rommel bij Jumbo, Dirk of Albert Heijn. Want je betaalt heel veel geld voor eigenlijk een wanproduct. Dit is gemaakt van echte kaas. Wat ze over had. Ja, stukjes kaas. Het is ook wel bevroren. Maar wel echte kaas die bevroren is. Werd. U ontdooit hem in een kwartiertje. Krabbel het er een beetje vanaf. Gebruik je nagels. Niet nagelbijten, hè. Dat is een teken van stress. Ja? Nou, kijk. Hoe lang ben ik nou bezig geweest met het opwarmen van deze maaltijd? Nou, ik denk 5 minuten max. Dus, ik ga u allemaal een fijne dag wensen. Het is donderdag. 8 alweer. Ja, 8 juni. Het wordt vandaag lekker warm en het weekend wordt nog veel warmer.
Lieve luisteraars, wees jezelf. Ga fouten maken. En geniet. Want beter wordt het weer, denk ik niet. Ja? Oké. Okay. En voor de cynici onder ons, voor de negatief geladen protonen, ja, deze video gaat nergens over. Gisteren niet, vandaag niet, en morgen al helemaal niet. Doei doei!